Al een dag later duiken twee personen op in Putten. Ze rijden eerst een witte auto voor bij de Albert Heijn en slaan dan de deur in. Daarna klimmen ze zo goed en zo kwaad als het kan door het gat naar binnen met een dekbedhoes. Daarna sprint je naar de servicebalie, kasten openbreken en sigaretten graaien. En daarna met een vol dekbed weer weg. Ook nu gaat het vertrek met de enorme bult buit niet echt soepel. En toch lukt het ze om binnen 2 minuten met duizenden euro's